Hallo allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Ian Dremus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het tingelingelingeling te drukken op het belletje. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online is gekomen op mijn kanaal. En normaal gezien moest deze vlog een heel speciale vlog worden. Maar daar heeft weer al iemand een stokje voor gestoken. En je kunt wel raden. Want we zijn vandaag een jaar samen en daar ben ik ontzettend blij mee. Ik kan geen andere schat inbeelden. Ik wil samen met haar gelukkig oud worden. Maar er zit altijd de ene spelbreker tussen die het ons heel moeilijk maakt. Ja, ik noem geen namen, maar jullie weten wel wie. Ja, ik heb vandaag ook al zitten te wenen. Dat het spelletje nog altijd bezig is. Nu bijna een jaar. Ik wil plezante vlogs afleveren, maar op een of andere manier lukt mij dat niet meer. Ben ik van plan om te stoppen met vloggen? Nee. Holy shit, wat doet hij? Oh. Over een volledige volle lijn rijden. Dat mag hier allemaal, hè. En nu ben ik onderweg naar Bea toe. Naar mijn schatje die mij hoogstwaarschijnlijk hopelijk mee op andere gedachten en mij tot rust kan brengen. Want tot nu toe rust in mijn kop. Nee, dat heb ik nu niet. Dat heb ik nu zeker niet. Ik heb zoveel dingen aan mijn hoofd. Zoveel dingen. Wel echt. Ja, ik wil echt heel leuke dingen doen met jullie. Maar het lukt mij godverdomme niet. Nu zal ik me eens even eens kwaad maken. Want ik heb vandaag weer al een telefoontje gekregen. Jawel, van Cordium. Woehoe. Tof, hè? Zo wakker worden van een telefoontje van Cordium. Ik wil zeggen, waar gaat die nu naartoe? Nou ja, ben ik wel blij dat ik samen ben met Bea. Nog een paar minuutjes. En dan ben ik bij Bea. Maar nu ga ik even opletten op het verkeer. Dan ga ik nog wat muziek luisteren voor mij wat rust te kunnen. Oké. Zo, kijkers, dag nummer 2 van mijn vakantie is jammer genoeg niet zo'n geweldige dag, hè, schat? Ja. Oh, maar we zijn wel een jaartje samen. Yay! Daar ben ik wel heel blij om. Ik ook. Maar onze regen houdt ons niet tegen voor een kleine wandeling te doen. De kleinste route. Dus. Dan gaan we dat maar eens doen. Goedendag. En als het ook toch in mijn video komt, hè, dan zeg ik tegen hen alvast sorry dat ik dat niet gezegd heb eerder in mijn vlog. Want ik ben vandaag vergeten te vloggen. En dat komt puur doordat ik een jaar samen ben met Dimitri en dat hij in mijn hoofd spookte. Ja.
We gaan dan wel eens eerst op zoek gaan naar een bord. Die staat ginder. Ah, die staat ginder. Ja. Oh, voilà, de regen is al gedaan. Ja, maar ik kan het wel aan, ik heb hoofdpijn. Ah, mijn schatje heeft wel hoofdpijn. Ja. Oei, die zat er tussen de bladeren. Haarlaagsken altijd, hè. Vind ik altijd zo grappig, mensen. Ja, hier heb je dus dan ook een eethuis in Bokrijk waar je iets kan eten en drinken. En hier staat ook alcoholgel voor je handen te ontsmetten. Hier zijn banken. Ja, hier kun je ook zitten. En nu gaan we eens kijken naar de route. We gaan de blauwe nemen. Nee. Waarom niet? Oh, dat is weinig. Ja, doe maar. Dat vaart 50 minuten. Ja, oké. Oké, we gaan de blauwe route volgen. Dus dan gaan we nu de blauwe paaltjes moeten gaan zoeken. Hier is al een blauwe paaltje. Amai. Die had ik al gezien. Ah, amai man. Het is zo donker. Maar het is wel echt heel mooi nu. Herfst. De bladeren liggen al op de grond. Hè, schat? Ja, jammer genoeg hoor ik niet. Ik heb die geluid van bladeren altijd graag. Ah, ja, maar nu is het ook wat nat. Ja, waardoor dat moeilijker gaat. Hè. Ja. Oh, en ik dan denk ik ook aan vroeger, van hoeveel dat ik in de bladeren heb gespeeld. Oh, ik ook. Jij ook? Ja, op school en op internaat deed ik dat vaak. Maar bij mijn mama thuis nooit, dan zat ik altijd in de speelkamer. Ah, cool, oké. Okay. En als het dan... Oh, als het dan zo de tijd was, wanneer het terug mooi weer was en wanneer het Pasen was, hè, ja. Dan ging ik altijd naar de tuin kijken en dan zag ik van alles liggen waardoor ik blij was. Zoals video's, paaseitjes en noem maar op. En ik was de eerste die dan was en dan ging ik altijd rapen. Cool. Maar ik wachtte wel netjes op mijn zus en mijn broer, dat wel. Dat moet ik wel eerlijk toegeven, want dat moest van mama. En je ziet, het is nu ook herfst geworden en wij doen gewoon door met de wandelingen. Zo gelijk in de zomervakantie, zo eigenlijk in de zomermaanden. Ja. Gaan we ook in de herfstmaanden wat wandelen, ook in de wintermaanden gaan we wat wandelen. Ja, dat heb ik gevraagd, omdat ik dan... gemakkelijker aan mijn conditie kan werken. En schat, dat heb ik gevraagd aan u, hè, want normaal doe je dat nooit. Wat hè? Wandelen in de winter. Ja, dus dan gaan we ook naar de Ardennen toe. Dan gaan we ook eens naar de sneeuw kijken. Als er sneeuw ligt. Als er sneeuw ligt. Hallo. Hoi. Dus als er sneeuw ligt, ja, dan gaan we zeker sowieso kijken. En dan gaan we ook weer al heel mooie beelden maken. Hè. Ja. Oh, en ik hoor dat de weet regen... Weet je wat ik ooit eens hoop? Wat? Oei, oei. Dat we ooit eens aan de Ardennen kunnen overnachten. Dat we zo'n een tweedaagse oh, ja. Wandelingen kunnen doen bij de Ardennen. Dat moeten we zeker eens doen, ja. En ik denk dat de kijkers dat ook wel eens zien zitten. Is het niet, kijkers? Dat denk ik niet. Ik denk ook dat ze iets anders leuk vinden, zoals we eind op vakantie gaan en daar mooie beelden van maken. Maar... En wat ik... is dat ook een heel goed idee is, met de fans samen eens gaan bowlingen. Hoe ziet jij dat? Dan ga ik niet mee. Dat is voor mij te druk. Dat is voor u te druk? Dat is voor mij te druk. Als ik in heel veel mensen groepen zit, ja. Dan loop ik gewoon weg van drukte. Dan ben ik echt mezelf niet meer en zo. Ah ja, oké. Dan word ik gek van de drukte en dat is net zo gelijk bij kinderen eigenlijk. Bij kinderen loop ik niet zo snel weg, ja. Omdat ik weet dat die druk kunnen zijn. Ja. Maar ik zit toch liever op rustigere plekken. Ah, oké.
Maar als er dan papa bijvoorbeeld 10 man zijn ingeschreven, is dat ook al te veel? Dat is voor mij al te veel, ja. Oei, oké. Okay. Allee, mijn familie is wel groot, hè. Soms ga ik daar naartoe, hè. Nee, als er een feest is. Ja. Maar dan zeg ik ook tegen mijn eigen van, Bea, probeer vol te houden. En als het echt niet meer gaat, dan ga ik naar een kamer of ga ik ergens waar niemand is. Voor u terug dan rustig te maken? Ja. Oké. Okay. Dus ik let er altijd op als ik mij niet goed voel in mijn vel. Ja. En het is te druk. Dan ga ik gewoon naar ergens waar niemand is. Ja. Plus, toen ik nog bij mama woonde en er was een verjaardagsfeestje, dan ging ik altijd naar de slaapkamer, omdat het me altijd te druk was. Mm. Ook al was het mijn eigen verjaardagsfeestje, dan zei ik, sorry, maar ik ga me afzonderen, want het is voor mij te druk. Oh, fuck, ik heb mijn kap niet op en het is koud. Ja, ik had me dan al even aan, hier samen met ja, de volgende. Ik kon toch zeggen dat ik dat moest doen, ik wist het niet eens. We moeten rechtdoor, we moeten daar binnen. Ah, oh, die stenen. Ja, we gaan hier even wat, hier is nog even wat droog. Voor de, wat dat zo die buiken wat over is. Buiken of niet? Oh, daar, we hebben een diehard wandelaar, een diehard wandelaar. Maar ik ga nu even wel stoppen met vloggen. Omhoog van, ik wil ook niet dat mijn camera te nat wordt. Goed, mensen, you. You. Ja, mensen. We hebben de wandeling moeten verkorten. Omhoog van, het begon in één keer heel hard te regenen. En nu is het weer wat gedaan. En het is echt een heel raar weer. Wij waren op amper, ik denk 5 minuten tijd, zout. Doorweekt. Ja. Zo'n heftige regenbui. Met naar hier rijden en al waren daar gewoon hele lichte buikjes. En nee, we gaan dan wandelen. En ik ga, watch! Een hele regenbui. Ja, dat is precies dat de natuur tegen ons is. Zo is het met toe. Bij deze. Nu ben ik onderweg naar mijn moeke toe. Daar gaan we even gewoon iets eten. En dan nog een leuke avondje met ons twee keer proberen te maken. Als het lukt met mijn hand. Ja. Alleen met mijn pols, want mijn pols zit hier, niet mijn hand. Waar we hier bezig zijn, ik weet het niet. Oh, ik kan het zien. Politie, uw vrienden? Ja. Ja, ik heb met mijn vader zo geknipperd voor te zeggen, kom maar door. Ik heb tijd, jullie niet. Jawel, die hebben ook ontzettend veel tijd hoor, soms. Soms. Als ze geen interventie hebben, zo is het. En waarom ik weinig in beeld kom kijken, is omdat ik mijn pijn heb gedaan en mijn gezicht is echt zuur. Ja. Ik heb een pijn gedaan aan mijn pols. En dan vraag ik me niet hoe, ik heb een beweging gemaakt en dat doet zeer. Dat noemen ze dus dan een verkeerde beweging, schat. En dan, ja. Dat is wat je lichaam niet had verwacht. Je lichaam had dan verwacht, bijvoorbeeld als je lichaam zegt van, oh nu naar links en jij dit in één keer naar rechts toe, ja, ouch. Dan kan dat echt pijn doen. Want uw handen worden klimmers nog altijd bestuurd door uw hersenen. Voilà, weer al wat bijgeleerd, mensen. Alsjeblieft, dokter Dimitri zegt het allemaal. Je bent van, geen dokter, dat is nu geen dokter Dimitri. Dat van dokter Heusens. Ja, ah, die opmerking wou maken. Oh, dat wist ik niet, anders had ik die opmerking niet gemaakt. Dokter Heusens mis ik soms wel hoor. Ja, maar hij zit er op de shed, hè. Ah. Maar hij zegt nog niet zoveel. Amai man, kijk eens wat wolken voor ons. Oho, goed dat we hebben gestopt met wandelen. Echt ja, waar. Ja, echt donkere wolken. Ik heb het jullie laten zien. Mensen, wat wolken dat daar voor ons aan het drijven is. Echt heel donkere wolken, hè schat? Ja. We komen nu aan bij mijn moeke.
mooi op tijd, 26:06. Normaal gezien moeten we om 5 uur hier aanwezig zijn en mijn papa is al aanwezig. En nu? Ja, ik wil niet. Ja, we zien elkaar nog straks terug. Thuis terug aangekomen. Ik ben hier nu lekker aan het eten. Ja, niet bij Moeke, want we moesten in een keer dringend weg. Dus daarom is zij hier ook nu aan het eten. Laat u smaken, schat. Dank u wel, schat. Hierna gaan we dan rustig aan naar de slaapkamer. De slaapkamer. En zo knal kijken, stuk tv kijken, familie kijken. Dan, oh ja. De mask. De masker. Voor de masker te onthullen. Oh, dat kan je. Ze beginnen het ook mooi te vinden, hè, schat? Mhm. Oké, ja, sorry ik dat... Ik vond het toen al mooi, maar ik vond het jammer dat ik de eerste niet had gezien. Ja, ik ook niet. Jammer genoeg. Dan moeten we die eerst terug herbekijken, hè? Nee, dat moet niet. Oké. Maar we gaan nu verder eten. Vergeet geen blauw duimpje om mooi te doen, dus we gaan hier ook al de vlog beëindigen, hè, schat? Ja, jouw vlog, hè? Ja, mijn vlog. En vergeet ook niet op het abonneerbutton te drukken en op het belletje. Dat doe ik altijd. Doei. Just ja. Tot morgen. Joe.